Hallo iedereen, super leuk dat je kijkt naar deze speciale aflevering van Super Easy Dutch. Jongens, allemaal van harte gefeliciteerd met de 20.000 volgers. Allemaal hartstikke bedankt voor het abonneren en hartstikke bedankt voor de vragen die jullie ons hebben ingestuurd. In deze video zullen we antwoord geven op jullie vragen. Gaan we beginnen? Laten we beginnen! Wow. Nou, de eerste vraag is, waar komen jullie vandaan? Kunnen jullie iets vertellen over de plekken waar jullie vandaan komen? Stereotypes daarvan en introduceer jullie zelf. Nou, mijn naam is Timothy, oftewel Tim. Ik werk voor Easy Languages. Jullie kunnen me vinden op de kanalen van Easy Dutch of Easy Russian of Easy Arabic. En ik studeer ook Arabisch op de Universiteit van Amsterdam. Ik geef Nederlands les of ook andere talen. En ik heb ook programmeerprojecten waar ik aan werk. Mijn naam is Jeroen en jullie hebben me waarschijnlijk al een paar keer gezien als host bij Easy Dutch video's. Ik ben sinds kort werkzaam bij Easy Dutch met deze lieve collega's. En naast dat ik bij Easy Languages werk, studeer ik nog en ben ik werkzaam als vertaler Frans-Nederlands. Mijn naam is Linus en naast mijn werk voor Easy Dutch studeer ik nog. Ik doe de Bachelor International Development Management, die gaat over duurzaamheidsvraagstukken. Mijn naam is Mario. Ik heb als vertaler gestudeerd met Nederlands, Nieuw-Grieks en Frans. En ik werk sinds vorig jaar als cameraman voor Easy Dutch. Daarnaast heb ik ook een eigen onderneming als vertaler en bedrijfsvertegenwoordiger voor Duits, Nederlands, Italiaans, Frans en Nieuw-Grieks. En ik kom uit Hengelo, dat is het oosten van Nederland. En eigenlijk de enige stereotypes die we hebben, dat is over het Twents accent. Voor de rest is er eigenlijk helemaal niks. Ik kom uit Eindhoven. En dat is een stad, of wel een regio met de gebieden eromheen, die denk ik bekend staat om technologie en innovatie. Dat hoop ik altijd. In de praktijk kom ik er steeds achter dat mensen vooral zien dat we van gezelligheid houden. En ik kom oorspronkelijk uit het zuidwesten van Duitsland. En een stereotype dat Nederlanders over Duitsers hebben, is dat ze altijd met helm fietsen. Ik kom uit het zuiden van Italië, uit de buurt van Napels. En Nederlanders denken over mijn streek dat wij van hete houden, heel gezellig zijn en dat wij altijd warm weer hebben. Nou Tim, dan kwam er nog een vraag binnen over boeken. Iemand vroeg zich namelijk af wat de belangrijkste boeken zijn in de Nederlandse literatuur. Ja, nou, ik kan er wel een aantal opnoemen. Bijvoorbeeld Het Gouden Ei van Tim Krabbe is heel belangrijk. De Aanslag van Harry Mulles, De Kroongetuige van Maarten het Hart of misschien Turks Fruit van Jan Wolkers. Dat zijn wel belangrijke werken. Ja, ja, dan zou ik persoonlijk nog Joe Speedboat van Tommy Wieringa aanraden en Het Diner van Herman Kok. Dan is er nog een interessante vraag binnengekomen waar jullie denk ik toch wel een interessant antwoord op kunnen geven. Hoe reageren Nederlanders wanneer je hun vertelt dat je Nederlands leert? Ja, ze vragen zich af waarom wij dat doen. En als we dan beginnen in het Nederlands te spreken en ze zien dat je ook een gesprek kan voeren in hun taal, ja, dan zijn ze ook positief onder de indruk. Dus ze zijn er blij mee. Is dat ook jouw ervaring? Ja, ik heb het ook wel meegemaakt dat mensen vooral in het begin zeiden, hoef je niet te leren, iedereen kan Engels. Maar als je echt goed Nederlands spreekt of het hebt geleerd, dan kunnen mensen het echt waarderen, hebben daar respect voor. Dus het is zeker de moeite waard om Nederlands te leren. Nou, misschien kun jij de volgende vraag beantwoorden, Mario. Bestaat het hele Easy Dutch team uit polyglotten? Nou ja, en ik ben daar heel trots op. We hebben namelijk Tim, die spreekt 11 talen. Die is heel goed bezig. Dan spreek ik 8 talen. Dan spreken Jeroen en Linus 5 talen. Richard spreekt ook meer dan 3 talen. En Katja ook meer dan 2 talen. Dus ja, we zijn allemaal taalliefhebbers. Nou, de volgende vraag is best specifiek. Tim, draag je wel eens een trainingsbroek? Nee, ik draag eigenlijk nooit een trainingsbroek. Alleen wanneer ik sport. Of wanneer ik thuis zit en wanneer ik niks te doen heb. Dan draag ik een trainingsbroek, anders niet. Nee. Nou Jeroen, onze kijkers wilden graag weten wat voor Nederlandse muziek Nederlanders luisteren. Zou je daar iets over kunnen zeggen? Ja, dat denk ik wel.
In Nederland zijn artiesten als Anouk, Ilse de Lange en Welen populair. Maar als je echt Nederlandstalige muziek zoekt, dan zou je bijvoorbeeld kunnen zoeken op Jan Smit, Guus Meeuwis, Jeroen van der Boom. En als je dan iets modernere Nederlandstalige muziek zoekt, dan zou je kunnen gaan voor Snelle of hoe heet ze, Maan. Ja, en natuurlijk hebben we nog heel veel Nederlandse DJ's die over de hele wereld bekend zijn. Hun liedjes zijn niet in het Nederlands, maar het zijn wel Nederlandse artiesten. Dus dat is wel belangrijk. Nou, de volgende vraag is: hoe kan ik mijn Nederlands verbeteren zonder Nederlandstalige mensen om mij heen te hebben? Nou, ik zou vooral YouTube aanraden. Je hebt heel veel interessante programma's op YouTube. Ik persoonlijk heb heel veel Zondag met Lubach en Streetlab gekeken en daarmee heel veel nieuwe woorden geleerd. En daarnaast is het zo dat Nederlanders gewoon heel vaak op vakantie gaan. Ze reizen heel graag. Dus als je in het buitenland woont, is het eigenlijk overal mogelijk om Nederlandstalige mensen tegen te komen. Klopt, het is zeker heel nuttig om veel input te krijgen in het Nederlands. Ook door series of door muziek en films. Wat ik ook zou aanraden is om een taalpartner te vinden om je Nederlands actief te oefenen. Mario, wacht even. Je bent nog iets vergeten, toch? Oh ja, klopt. We hebben namelijk geweldig nieuws voor jullie. We gaan vandaag onze nieuwe Discord-server lanceren, waar jullie nog meer mogelijkheden hebben om jullie Nederlands te oefenen met ons en met andere Easy Dutch-leden. Zijn jullie benieuwd? De links staan in de beschrijving. Dus word lid van onze nieuwe Discord-chat voor maar 5 euro per maand. Linus, ja. Er is een vraag voor jou binnengekomen. Mensen vragen zich af waarom jij vloeiend Nederlands en Duits spreekt. Ja, heel makkelijk. Dat komt omdat ik oorspronkelijk uit Frankrijk kom. En iedereen daar spreekt natuurlijk vloeiend Nederlands en Duits. Dus heel logisch eigenlijk. Maar nu even serieus. Hoe komt het dat je zo goed Nederlands en Duits spreekt? Nou, dat komt omdat ik oorspronkelijk uit Duitsland kom. Ik ben daar geboren en getogen. En ben toen voor mijn studie naar Nederland verhuisd in 2018 en heb toen pas Nederlands geleerd. So guys, there is also an interesting question for you. Jongens, er is ook een interessante vraag voor jullie binnengekomen. Namelijk, wat moet je doen als een Nederlander Engels tegen je blijft praten terwijl jij eigenlijk je Nederlands wilt oefenen? Wat ik meestal doe is gewoon in het Nederlands blijven praten en als de persoon dan nog een keer in het Engels antwoordt, gewoon aangeven dat je graag je Nederlands wilt oefenen en dan praten jullie gewoon verder in het Nederlands. Of ja, je kunt ook gewoon voor de grap zeggen, ja, ik kan geen Engels en mensen blijven ook gewoon zo van, wat, is dat zo? En dan praat je gewoon verder in het Nederlands. Oké. En wat doe jij, Linus? Ja, wat heel erg helpt is om zelfverzekerd over te komen. Want mensen kunnen het aanvoelen als je gewoon zenuwachtig bent of wat langzamer praat. En voor de rest kun je het ook gewoon aangeven. Gewoon zeggen, hey, ik wil graag Nederlands oefenen. Kan dat? En in sommige gevallen kan het dan toch wel makkelijker zijn om Engels te praten als het even over iets belangrijks gaat of als je het echt niet begrijpt. Tim, ik vermoed dat mensen jou in de Easy Arabic afleveringen hebben gezien, die jij in Egypte gedraaid hebt, geloof ik. En iemand vroeg zich af waarom jij Arabisch hebt geleerd. Ik heb hiervoor dus Turks geleerd en ik zag in het Turks, terwijl ik Turks leerde en ik de etymologie van heel veel woorden opzocht, zag ik dat er heel veel woorden van het Arabisch kwamen en daar raakte ik eigenlijk in geïnteresseerd en ik wilde er meer over weten. En toen begon ik filmpjes te kijken in het Arabisch op YouTube. En daarna had ik besloten dat de taal is die ik graag wilde studeren, leren. Ja. Oké, interessant. En leer je dan vooral dialecten van het Arabisch of ook het standaard Arabisch? Op de Universiteit van Amsterdam wordt in het begin vooral de focus gelegd op het Egyptisch dialect. Dus daar ben ik tot nu toe nog het beste in. Mm-hmm. Maar we leren ook Fusa, oftewel modern standaard Arabisch. En dat begrijp ik nu wel, dat begin ik steeds beter te begrijpen. Maar dialect is voor mij makkelijker dan het standaard Arabisch, ja. Maar ik probeer ook andere dialecten, zoals Syrisch dialect, te leren, ja. Oké, en is dat bijvoorbeeld ook een land waar je naartoe zou willen, Syrië? Ik ben in Egypte en in Marokko en in Palestina geweest, oftewel Israël.
Mm-hmm. En ik zou graag ook een keer naar Syrië willen gaan. Of misschien Bagdad, Irak, Saudi-Arabië. Ja. Nou jongens, de volgende vraag die binnen is gekomen is iets wat iedereen opvalt als hij naar Nederland komt. Er zijn namelijk heel veel fietsen in dit land. Oh ja? Iedereen pakt de fiets. Waarom is dat zo? Waarom is dat zo? Ik denk dat het ermee te maken heeft dat het gezond is. Je krijgt je beweging. Daarnaast is het vaak makkelijker. Je kunt vaak makkelijker je fiets kwijt. En ik denk dat dat ook wel te maken heeft met dat het goedkoper is. Dat is natuurlijk ook iets waar Nederlanders van houden. Hè? Niet zoveel geld uitgeven. En tegenwoordig is het erg duur om je auto te parkeren in de grote steden. Zoals Amsterdam, Utrecht en Eindhoven. En ja, dat ontwijk je dan als je met de fiets gaat. Klopt. Wil je iets toevoegen? Ja, wat denk ik ook een heel belangrijke rol speelt is de fietsinfrastructuur van Nederland. Daar hebben we trouwens ook een video over gedraaid, die kun je nog even bekijken. Er zijn overal fietspaden, fietsenstallingen, dat helpt. En Nederland is heel plat, dus daar gaat fietsen heel makkelijk. Alleen in het zuiden heb je wat heuveltjes, maar dat speelt denk ik ook een grote rol. De volgende vraag is, wat is je favoriete aflevering? Dat vind ik een hele goede vraag trouwens. Mijn favoriete aflevering is Hoe leren polyglotten Nederlands? Die hebben we op de Polyglot Gathering in Polen gedraaid. En ik vond het erg interessant om de verschillende verhalen van mensen te horen hoe ze op verschillende manieren Nederlands hebben geleerd. Mijn favoriete aflevering was de aflevering met Linus over Baarle, waar we een beetje meer over die bijzondere situatie in dat dorp mochten ervaren. En ook heel leuk vond ik de aflevering die in meerdere talen was gedraaid op de Polyglot Gathering in Polen, waar polyglotten over hun motivatie vertelden om talen te leren. De video waarin Tim en ik in Utrecht wat alledaagse situaties zijn afgegaan om te kijken hoe je daar nou in goed Nederlands vragen kunt stellen. We hebben veel gelachen die dag en ik hoop dat jullie er veel van geleerd hebben. Mijn favoriete aflevering is de aflevering die we in geloof ik 15 talen hebben gemaakt over buitenlanders in Nederland. Maar deze video was natuurlijk niet helemaal in het Nederlands. Dus van alle video's die helemaal in het Nederlands waren, is denk ik de video over misschien religie in Nederland mijn favoriet. Of anders het leven in Nederland. Maar ik vond ook de aflevering over Dunglish en over de Turken in Nederland heel leuk. Dus ik vind het een moeilijke keuze. Tim, een vraag voor jou. Welke niet in de Europese taal is het populairst in Nederland? Ik denk dat dat Japans is waarschijnlijk. En dat komt omdat Japans heel populair is geworden door alle memes en alle anime en alle comicboeken die Japans uitgegeven worden. Dus ik denk Japans, ja. Okay. Of misschien Chinees trouwens. Want het wordt gezegd dat het de nieuwe wereldtaal wordt en zo. Dus ik denk dat er ook best veel mensen zijn die Chinees leren. Een van de twee. Nou Jeroen, misschien kunnen we de volgende vraag samen beantwoorden. Die is namelijk, is er een rivaliteit tussen Duitsland en Nederland? Een rivaliteit tussen Duitsland en Nederland? Ik denk geen hele serieuze rivaliteit, maar voetbal. Dan vinden Nederlanders het wel heel erg fijn als Oranje wint van Duitsland. Ik weet niet of dat andersom ook geldt. Ja, ik denk niet dat er echt sprake is van een sterke rivaliteit. Tuurlijk vinden Duitsers leuk als Duitsland wint. Maar dan maakt niet uit of dat Nederland is of een ander land. Dus ik ervaar geen zo sterke rivaliteit. Maar Duitsland heeft natuurlijk ook veel meer buurlanden dan Nederland. En misschien dat dat daardoor komt. Nou, we hebben nog een nieuwtje. Een gezellig nieuwtje voor jullie. Wij gaan binnenkort een meetup organiseren. Deze gaat plaatsvinden op 10 november in Amsterdam om 5 uur. De exacte locatie gaan we nog bekendmaken. Lijkt het je leuk om te komen? Schrijf je dan in via de Google Forms. Deze kun je na het kijken in de beschrijving vinden. Hopelijk zien we je daar. Tot dan! Nou, we zijn aan het einde gekomen van deze video. Hartstikke bedankt voor jullie steun tot nu toe. Hopelijk blijven jullie kijken naar onze video's. Wij zijn heel blij dat we deze mijlpaal hebben bereikt. En we hopen nog veel meer te gaan bereiken. En wat hebben jullie te zeggen? Nou, we kijken ernaar uit nog meer interactie met jullie te hebben door de nieuwe Discord groep en ook door de meetup in november. Ja, ik ben heel blij dat we mensen kunnen helpen bij het leren van het Nederlands en dat wij het gezellig houden voor iedereen. Allemaal bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Tot ziens.
Turks Fruit van Jan Wolkers en nog de kroongetuige van... Ik ben het vergeten. Ja. Nou, de... De meeste dan... Nee, ze... Even normaal rustig praten. Oké. Okay.